Zoals in de vorige vlog gezegd, belofte maakt schuld. En kijk, we zijn hier terug in het Raspaaienbos nabij Geraarsbergen. En ik sta hier naast het kapelletje. En achter mij zien jullie al het daslook terug opbloeien. Maar kijk eens wat een weekje verschil toch allemaal niet kan betekenen. We gaan hier even rondgaan om te kijken of dat we een compositie vinden. En we proberen ook nog aan de andere kant van het bos om te zien of dat daar ook nog mooie velden zijn. Zoals altijd is het in een bos heel moeilijk om snel een compositie te zoeken. Er is te veel afleiding, het is soms heel chaotisch. Je hebt hier heel veel omgevallen bomen en takken liggen. En dus je denkt van, oh, ik zal even in het dal schieten, zodanig dat je het daslook in de voorgrond hebt en de mooie boshyacinten in de achtergrond. Maar niks is minder waar. We moeten rustig nog een compositie zoeken en kijken of dat we toch iets van een ander perspectief moeten nemen. Want eenvoudig zal het niet zijn. En natuurlijk in het veld gaan, dat is uit een boze. We gaan niet de natuur kapot maken om een foto te trekken. Dus we blijven hier op het pad. Maar dat maakt het natuurlijk ook minder gemakkelijk. Maar we beginnen nog niet te panikeren. En we genieten van de achtergrondgeluiden. Keep it simple, zeggen ze soms. Wel nu, de eerste compositie ga ik hier heel dicht op het randje van de pad nemen. Ik zie hier een aantal bomen waar die stammen eigenlijk onderaan aan de wortel samengroeien. Ik ga die in de achtergrond nemen, maar met een beperkte depth of field terug ga ik inzoomen op een van dat daslook, witte bloemetjes, wit tapijt en dan in de achtergrond een beetje blurry door de beperkte scherpte diepte die bomenwortel. Ik ga mijn grief opzetten en we gaan de foto nemen. Voilà, we hebben ons opgesteld hier voor de eerste compositie. Ik heb helemaal ingezoomd op 70 mm, f4. Ik heb de ISO op 200 gezet, zodanig dat ik aan een sluitertijd zit van een 160ste tot een 200ste. Want er is wat wind en ik wil eigenlijk de beweging bevriezen, dat het niet te blurry wordt. Want als ik op ISO auto zet, dan krijg ik ISO 100 aan een 80ste. Op zich geen probleem met een statief, maar dan vrees ik dat het takje waar ik op focus, dat er kleine bewegingsonscherpte in zit. Dus jullie zien het hier rechts, neem ik hier het daslook scherp. Ik ga rap een foto nemen, want nu schijnt de zon. En dus jullie zien de bloemetjes hier, die op dezelfde rij zijn, op dezelfde afstand zullen scherp zijn, maar de achtergrond blurry. En die bomen in de achtergrond die oplichten, die richten eigenlijk als leading line in de achtergrond naar die bloemetjes. Dat hoop ik althans. Ik heb nog niet helemaal ingezoomd op 70 mm. Omdat ik eventueel nog kan kroppen. En ik ga nu nog verschillende foto's nemen met verschillende f-stops. Met verschillende diafragma. Om te zien of dat het wat meer geeft als ik wat dieper of een grotere scherpte diepte neem, of dat beter uitkomt. We zetten ook nog de timer op 2 seconden, die was ik daarnet vergeten. We gaan nog eens inzoomen op het bloemetje. Dat is scherp, dat is prachtig. De gekende back button focus. En het licht is even weg, 2 seconden timer. Dat was F4. Ik ga nog even naar, waarom niet, op 6.3. Maar dan ga ik weer mijn ISO op 400 zetten. Zodanig dat ik toch aan een 160ste zit. Veel verschil zal het misschien niet uitmaken, omdat het onderwerp
heel dicht bij de lens sta. Maar in ieder geval, ik toon jullie het verschil hierna. Terug een tweede compositie, nauwelijks een halve meter verschoven. Er is zo één lang takje met taslook die oppopt. En ik zoek wat omkadering. Ik sta net in de lijn, in een driehoek, met een dikke boom in de achtergrond. En die overhellende tak. En die krijgt zo een omkadering. Maar ik zal nu eerst de foto trekken, vooraleer ik jullie de composities toon, omdat er juist wat licht opvalt op het bloemetje. En voor de volgende compositie gaan we de camera wat hoger opstellen en eigenlijk naar beneden richten, zodanig dat je eigenlijk verschillende laagjes gaat hebben. Je gaat een witte laag hebben en je gaat dan de purperlaag hebben van de boshyacinten. Maar ik probeer framing te doen terug met die bomen hier. Ik probeer het door te schieten alsof ik een natuurlijke kader heb. Of dat het iets wordt, jullie zullen het eerder zien op, in de vlog dan ikzelf. Laat het weten in het commentaarveld wat jullie ervan vonden. Met verschillende scherpte dieptes om te zien of dat het een verschil uitmaakt. Of dit de boshyacinten mee scherp neem of niet. Welke het precies gaat worden, dat zullen jullie eerder zien. Ik zet de settings erbij, zodanig dat jullie weten wat ik juist gedaan heb. Nu, terwijl we toch aan naar de andere kant van het bos stappen, wil ik toch nog even een shout-out doen of een bedanking doen naar onze speciale Limburgse kijkers die op mijn vorige vlog hier gereageerd hebben dat zij het heel gewoon vinden om reetjes in het bos te zien. Ook de Nederlandse kijkers hebben zo gereageerd. Bedankt voor jullie reacties in ieder geval. Voor ons is het niet zo gebruikelijk. We weten dat ze er zitten. Maar we krijgen ze weinig te zien en ik had inderdaad geluk. En by the way, het reetje van vorige week heb ik teruggezien, maar deze keer liep het weg door het geluid van de spelende kinderen. Maar goed, we zijn hier nu voor andere zaken. Nu, dit moet hier zeker eens wat geven. S-curves zijn altijd heel mooi in composities. Je wordt in de scène geleid en het weggetje die gaat weg eigenlijk in het onbekende. En daar ligt juist een barrage als het ware, om te zeggen van verboden toegang door die omgevallen boom. Dus we gaan kijken eerst, zonder op de statief te, of dat een verticale of een horizontale. Ik ga eens de twee doen en ik geef jullie de keuze welke het mooiste uitkomen op de foto. Dus ik ga eerst beginnen met de horizontale, zodanig dat het weggetje eigenlijk van links komt
naar rechts gaat en dan terug naar links afbuigt. Deze dikke boom hier rechts houden. Een donkere plek in het bos met de daslook. Focus hier op de eerste boom met een F8 ISO 400 1/25 op statief, geen probleem. Dat is dus de horizontale. En nu gaan we in portrait mode met de L-bracket, jullie weten het. Ik ga nog iets meer kantelen. Uiteraard een totaal andere compositie. Kijken altijd naar de randen. Misschien nog iets draaien. Niet te veel van de uitgebeten hemel meenemen. Zetten alles goed vast. Focus terug op de boom. Laat weten in het commentaarveld welke van de twee jullie het mooiste vonden. Terwijl ik mijn batterij moest veranderen van de twee camera's, zag ik eigenlijk hier bij het neerzetten van mijn fototas, hier daslook, juist onder een varentje staan. Dus ik heb hier heel voorzichtig mijn tripod opgesteld. Ik neem hier op een derde een van die eerste takjes met een mooi daslook. Het tweede staat erachter en dan krijg je een afdakje. Ik ga er snel een foto van nemen en jullie tonen hoe dat de compositie er is. Misschien net toch iets te druk door die tak die erachter ligt. Zo ziet de compositie eruit op een derde hier in de voorgrond. Op het gouden punt als ze zeggen. Hier dat eerste takje, dan het tweede en dan krijg je hier deze varen. Maar ik zie nu dat er hier dwars door het beeld dat hout ligt, maar misschien kunnen we dat nog wel wegmoffelen door echt op 3,5 te gaan. Ik zit nog altijd op vastgesteld op ISO 100 en ik heb een 80ste. In een volgende vlog zal ik jullie tonen hoe gemakkelijk het is om in Lightroom dergelijke foto's te gaan nabewerken, maar dat is voor een volgende vlog. En met het mooie vogelgefluit op de achtergrond wou ik hier net een foto nemen en dat bedacht ik van dit ziet er wel een mooi herfsttafereeltje uit, maar ik dacht van we zijn in de lente, waarom zeg ik dat nu? Wel, er ligt hier een omgevallen boom en daar ligt wat klimop op vast met wat mos en aan beide kanten heb je het daslook. Toch maar beter de tripod uithalen, want het begint al behoorlijk donker te worden en ik wil ook geen mislukte foto's hebben. Ga even de aperture op 4 zetten. Focus op het daslook juist voor het hout. En ietsje onderbelichten, dat mag wel, dat kan geen kwaad. Even kijken op de histogrammen. Dat zal geen probleem mogen zijn.
Nu, volledigheidshalve moet ik erbij vertellen dat we niet meer in het Raspailbos zijn, maar we zijn de straat overgestoken aan de top van de Bosberg, gekend voor de wielerrenners. En we zijn nu in het Kluisbos, maar ook niet te verwarren met het Kluisbos aan de rand van Oudenaarde en Ronse. Dus het is hier een klein bos, maar zoals jullie al kunnen zien, prachtig, prachtig heuvelig met ik weet niet hoeveel mooie daslook en ook nog boshyacinten. Een laatste compositie, een simpele compositie, maar wel een bonusfoto om jullie nogmaals 400 maal te bedanken voor de ondertussen 410 abonnees die ik mag hebben. Dank je allemaal om met me mee te gaan op de fotoreis. Het doet echt deugd om stelselmatig te groeien en jullie mee te nemen en jullie te laten genieten van mijn escapades in bossen en noem maar op. Dus 400 keren bedankt. Ik ga nu deze foto nog nemen voor jullie. Het zijn zeker minstens 400 daslookbloempjes. Het zijn er veel meer. Laten we verder groeien. Maak reclame voor mij en duimpje omhoog. Dankjewel. En nu ga ik rap de foto nemen vooraleer dat het echt donker gaat worden. Dus zoals gezegd, een heel simpele compositie. Je hebt hier in de voorgrond zo terug bomen die aan één wortel hangen, verschillende stammen die zo kronkelen, die zo echt het licht opzoeken en allebei in dezelfde richting gaan. En je krijgt hier dat witte tapijt naar die heuvel en dan in de achtergrond krijg je nogmaals die bomen. Ik ga hier focussen op een derde en waarom niet, ik ga gewoon de aperture op f8 zetten zodanig dat we toch een mooie scherpte diepte krijgen. Van begin tot einde op dergelijke afstand moet dat lukken. We gaan even kijken welke sluitertijd we gaan nemen. We gaan nog... Voilà. Laten we dit even proberen. 400 keren bedankt. En met deze prachtige achtergrond wil ik afscheid van jullie nemen. Ik dank jullie om tot het einde te hebben gekeken. Duimpje omhoog of laat in het commentaarveld alvast weten welke foto jullie het mooiste vonden. Vergeet zeker niet te abonneren mocht je dat al niet gedaan hebben. Blijf kijken en ik zeg nu bye for now.